Teleurgesteld of kun je wel leven met 1-1? Nou, ik ben wel teleurgesteld, ja. Ik denk dat wij de bovenliggende partij waren over een hele wedstrijd gezien. Zeker de tweede helft. En de kansen die we hebben gehad, denk ik dat we de wedstrijd naar ons toe hadden moeten en kunnen trekken. Dus daar ben ik teleurgesteld over. Om maar 1 punt te hebben, maar niet over hetgene wat we hebben laten zien. Daar ben ik wel aardig tevreden over. Was dit veel beter dan vorige week? Ja, maar dat was niet zo moeilijk. Vorige week hadden we maar 20 minuten dat we best het eigen controleerden. En daarna ging het alle kanten op. En ik vind dat we vandaag in verschillende dingen die we betrainen, dat die duidelijk naar voren kwamen. Op papier was dit een topper in de Super League. Was dat het op het veld ook, vond jij? Nou, ik vond wel dat het zeker de eerste helft een open wedstrijd was. Met kansen eigenlijk van beide kanten. Ik vond de tweede helft vond ik wel een top Super League niveau. Ja. De eerste helft valt Overgoor bij jullie uit, halverwege de eerste helft volgens mij. En daarna werd het ook iets minder. Heb ik het goed gezien? En lag het daaraan? Dan moet ik even terugdenken of het die fase minder werd. Durf ik zo niet te zeggen. Het is wel zo dat Sjoerd rust brengt. En dat hij met zijn passing zeg maar, naar voren toe, dat deden we niet goed genoeg. Dat hij in zijn passing zeg maar, vanuit het middenveld naar voren toe voetbalt. Waar de afstand van die paas naar de spits die gaat lopen of iemand anders helemaal gevaarlijker is. En daar ging wat te vaak van achteruit de lange bal spelen. En dat geeft hem misschien wat onrust. Maar ik vind dat Tim en zeker Brem die ingevallen is, uitstekend heeft gedaan. Ja, hij had wat moeite in het begin. Had ik het idee dat hij misschien een beetje nerveus was. Maar dat hij ook wel groeide in de wedstrijd. Sumaoro. Ja, hij heeft natuurlijk heel de voorbereiding centraal achterin gespeeld. Dat is niet zijn plek. Maar misschien wel heeft hij voorwaarden om daar ooit te gaan spelen. Maar hij wil ook liefst het middenveld spelen. Nou, dat kon hij vandaag doen. En vorige keer was het heel ongelukkig. Maar als je dan zo herstelt, dan ben ik daar heel tevreden over. Conclusie, 1 punt na 2 wedstrijden. Dat is niet goed, maar het voetbal dat biedt perspectief. Daar ga ik niks meer over zeggen.